Leuk dat je weer kijkt naar een gloedje nieuwe vlog. En die vlog is voor mijn doen ontzettend sportief. Het probleem van mijn sportcarrière is consistentie en consequentie. Ik weet geen regelmaat te vinden. Het gekke is, ik vind heel veel sporten leuk. Ik beheers veel sporten ook tot op een bepaald niveau. Ik duik er dan volledig in met alles wat ik in me heb. En na een tijdje is het nieuwtje eraf en stop ik er weer mee. Maar vandaag ben ik uitgedaagd door Gerry Molenaar. Op het gebied van tennis en tafeltennis. Dus... the game is on. And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. Dit is gaaf. Check dit. Een officiële US Open bal. Gesigneerd door Kiki Bertens. Heb ik gewoon. Voel je die druppels? Die we raken sowieso binnen. De spanning en sensatie zijn we vergeten tafeltennis deel te filmen. 3-0 winst. Tennis, 2-0 winst. Kan ik mijn leven. Yep. Ik zie je. Eerlijk is eerlijk, het tennissen heb ik gewoon nog niet echt onder de knie. Geef mij even de gelegenheid om jullie te bedanken. Het geeft zo'n gevoel van voldoening om al die reacties onder onze vlogs te lezen. Dus bedankt ervoor. Het sterkt ons in het maken van die vlogs. Het wordt zo hartstikke leuk. Dat wilde ik jullie gewoon even melden. Vandaag gaat een hele diverse dag worden, die ik al vloggend ga proberen vast te leggen. Vanmiddag beginnen we met een fotoshoot. Dan uiteraard met Nick. En die fotoshoot is bedoeld voor het nieuwe album. Dus je hebt dan allerlei foto's nodig voor de hoes, maar ook voor social media. Dus we gaan uren bezig zijn. Dat vind ik altijd heel leuk. Als ik dan op tijd klaar ben, dan ga ik door naar de Amsterdam Arena. Of eigenlijk naar de toekomst daarnaast. Daar mag ik af en toe meedoen met oud Ajax. Ja, voordat ik straks allerlei haatreacties krijg van Feyenoord of PSV aanhangers of van welke ploeg dan ook, wil ik even beklemtonen dat ik vooral een voetbalfan ben. Niet per definitie Ajax-fan. Ik ken nu eenmaal wat mensen bij Ajax, vandaar. Ik zou net zo lief mee willen spelen met oud PSV of Feyenoord. Ter info. Maar de dag begint met iets veel leukers. Namelijk een bezoekje aan de verloskundige. Nou, vertel. Het was goed, hè? Nou, we moesten op controle voor de baby. Het hartje gehoord. Altijd fijn om te horen. En alles gaat heel voorspoedig. Bam. Bam. Oh, oké. Okay. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Hey Paulus. Goedemiddag. Nou, hoe is die met jou? Nou. Je laat je ook voor alles strikken, hè? Ja, ik plaats even uit. Deze shoot is dus bij Zandvoort. En ik hoop dat het niet echt een buitenshoot gaat worden. Want ik denk dat het daar een beetje koud voor is. We gaan toch naar buiten. Ik zeg altijd tegen de mensen, we blijven lekker binnen. Maar als ze dan eenmaal zijn, dan zeg ik, we gaan naar buiten. Want anders krijg je ze niet zo ver. We zijn ruim op tijd klaar, dus ik kan zonder al te veel haast richting Amsterdam. Top! En zo ben je op de toekomst.
geweest. Als goed. Dat is dan nooit gebeurd. Mag ik meedoen? Ja, natuurlijk, maar jij ook altijd meedoen. Weet je wel? Goed zo. Je bent zelf tijd, zeg. Ja, ja, luister. Ik heb zo gelachen om gisteren. Oké, dat verdient even uitleg. Ik appte Frank de Boer een dag daarvoor met de mededeling dat ik mee zou doen. Waarop hij terug zei, oh dan wil je zeker alleen maar balletjes in je voet. Ik antwoordde daarop, nou in de loop mag ook wel hoor, lukt je dat? Toen zei hij, nou dat kan ik wel. En vervolgens stuurde hij deze link. Balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Uiteindelijk is het voor Maris 10-6 geworden. En mocht ik er gelukkig ook nog eentje inprikken. Het was gewoon een superleuke avond. Eerlijk is eerlijk. Het was gewoon een superleuke dag.